gelukkigen met een geldig plaatsbewijs Ajax en Internationale uit Milaan zagen aantreden. Voor de tweede achtereenvolgende maal streed de Amsterdamse kampioensclub om de hoogste voetbaleer van Europa. En zij deed dat op een wijze die niet alleen de enthousiaste bewondering afdwong van de toeschouwers in de Rotterdamse Kuip, maar van zo'n 300 miljoen mensen in 27 landen van de wereld. Aanvoerder Piet Keizer speelde een van zijn beste wedstrijden en hij inspireerde het hele Ajax-elftal. Vele malen kwamen de Amsterdammers dicht bij een doelpunt, zoals hier bij een hartschot van Krol. Ook Johan Cruijff stak in grootse vorm en snelde keer op keer met opvallend gemak langs zijn permanente bewakers. Vrijwel voortdurend was Ajax sterker en iedereen voelde dat er een doelpunt moest komen. Maar toen Jacques Zwart een voorzet van Keizer achter doelman Bordon had gewerkt, juichten spelers en publiek in het stadion en de tv-kijkers te vroeg. Slechts weinigen hadden gezien dat Zwart de bal met de hand in de richting van het doel had geslagen. Maar een van onze camera's registreerde dat moment en door het beeld te vertragen en uit te vergroten kunnen we u dat laten zien. Scheidsrechter Helies keurde het doelpunt terecht af. Met het bijna voltallige kabinet zag het stadion in de derde minuut van de tweede helft Ajax eindelijk scoren. En het was Johan Cruijff die een fout van zijn bewaker Oriale moeiteloos afstrafte. In de vertraagde opname is duidelijker te zien hoe Oriali keeper Bordon hindert. Hoewel de sfeer in het veld zeker niet onsportief was, was de stemming op de tribunes hier en daar nogal verhit. Amsterdamse supporters wisten zeker dat Ajax Inter de nek zou omdraaien. En de man die dat definitief deed was Johan Cruijff met een prachtige kopbal. Ajax speelde hierna een gewonnen wedstrijd en kwam eigenlijk slechts eenmaal in gevaar. Maar Stuy loste dat probleem koelbloedig op. En toen het laatste fluitsignaal had geklonken, kon het stadion vrij uitjuichen. Ajax, houder van de Europa Cup, had de beker met succes verdedigd in een wedstrijd die een duidelijke propaganda werd voor het aanvallende voetbal. Na Vazovic in Londen kreeg nu Piet Keizer de cup. En onmiddellijk hierna begon in Amsterdam een nachtfeest dat de politie zich nog lang zal herinneren als een feest zonder wanklank, waarbij onder meer de Italianen goede zaken deden.